Hey YouTube en welkom bij weer een nieuwe video. Laatst had ik voor het eerst in lange tijd weer een video geüpload. Van Burgers Ocean. En daarin had ik ook de vraag gesteld van, nou, wat vinden jullie nou leuk om te zien? Meerdere mensen gaven aan dat ze heel graag nog een keer een toertje zouden willen zien van al mijn bakken. Dus dat gaan we vandaag doen. Kijk vooral mee, schrik niet. De hobby is wat ingedund. De reden die horen jullie dadelijk, maar kijk vooral mee. Ik vertel jullie wat over de bakken. En als je nog meer vragen hebt, stel ze hieronder in de comments. Mag altijd. Ja, laten we het gaan doen. Let's go! Inmiddels sta ik op zolder, waar natuurlijk al de stelling stond. Ik ga me nu omdraaien en dan gaan jullie zien wat er nu staat. Helemaal niks meer. Stelling is weg. Maar we hebben nog wel één bakje op zolder hier. Eén bakje. Kijk maar mee. Dit bakje staat hier een beetje verstopt. En het is een garnalenbakje. Met eigenlijk alleen maar fancy tiger garnaaltjes erin. De ruiten zijn niet heel schoon. Maar dat zijn ze. Heel veel Soeswassertang. Zo'n groene plantje. Heel veel Anubias zit erin. En eigenlijk is dit zo'n bak. Ja, ik heb een hele tijd, of ik ben ruim een jaar ziek geweest. Althans, ik heb in een burn-out gezeten. En deze bak heb ik eigenlijk bijzonder weinig mee gedaan. Maar het voordeel aan die garnaaltjes is, als je af en toe een beetje het water aanvult met osmose. En één keer in de maand, één keer in de twee maanden een waterwissel doet, dan doen ze het eigenlijk prima. En deze bak is echt geëxplodeerd. Ik heb er laatst 200 verkocht, blijkbaar aan een kijker van dit kanaal. Dus Kevin, als je dit hoort, bedankt voor de koop. Er zitten er nog een aantal in. Maar dit is gewoon een bak, daar doe ik eigenlijk weinig aan. Er zit wat hout in, heel veel Anubias, heel veel Soeswassertang. En heel veel garnaaltjes, zoals je dus kan zien hier. Kijk, hartstikke mooi, ze zijn lekker aan het grazen. En die garnaaltjes die zijn helemaal blij. Die planten zich mooi voort. Het is lastig veel meer. Garnaaltjes planten zich prima voort in deze bak. En doen het dus eigenlijk helemaal lekker. Helemaal lekker. Mocht je nog wat van deze garnaaltjes willen... Ik verkoop ze voor 3 euro per stuk. Wees er snel bij, want op. En dan zijn we hier beneden aangekomen waar nog steeds de kogelvisjes wonen. Kom maar mee, gaan we kijken. De kogelvissenbak is eigenlijk niet heel erg gewijzigd. Wat je hier ziet, er zitten er nog maar 2 in. Ik had er ooit 5, toen 4 een hele tijd. En laatst zijn er weer 2 overleden. Ze zijn ook echt verdwenen, ik heb geen idee. Maar het zijn hele leuke visjes zoals je ziet. Mooi klein, 2,5 centimeter ongeveer. Ze wonen in deze bak met een stuk of 11, 12 van deze mooie japonica's. Mooie grote garnalen. Die zich niet voortplanten op zoet water. Maar een hele goede job doen als het gaat over algenbestrijding. Dus dat is super tof. Hele leuke visjes. Qua beplanting in deze bak zie je vooral Anubias. Anubias nana is het volgens mij. Op het hout groeit. Daarnaast heb ik een zwaardplant. Even kwijt wat de Latijnse benaming ervoor is staan. Hier zie je de Anubias. En verder heb ik heel veel Cryptocorine parva op de bodem. Zoals je hier kan zien. Heel makkelijk plantje. Dus er gaan af en toe wat voedingscapsules in de bodem voor de voeding. En verder doe ik weinig. Ik voeg wel CO2 toe in deze bak. Maar een oasepompje erin en gaan. Keileuk bakje dus. En dan, last but not least, dit bakje. Het bakje van mijn dochter is het eigenlijk. Hartstikke leuk bakje. Gaan we ook even een kijkje nemen. Dit bakje is vooral gevuld met Vallisneria. Bovenin zit heel veel eendenkroos, waardoor het licht wat gedempt wordt. Dat is wel fijn voor deze Galaxy Rasboras. Want ik heb ze nog. Als ook Minnie Mouse. En een dikke slak. Het is namelijk de bak van mijn dochtertje. Samen met de Rasboras Galaxies wonen hier ook nog garnaaltjes in. Dat zijn zowel vuurgarnaaltjes als ook Red Fancy Tiger garnalen die we ook boven hebben gezien. Hier ook ze op kraanwater. Planten ze zich niet voort. Zijn wel hartstikke leuk ter decoratie of als toevoeging. En ook deze dwergklauwkikker zit erin. Heel bijzonder beestje, een albino. En laat de garnaaltjes over het algemeen met rust. Hij is ook hartstikke blind, dus de garnaaltjes zal hij niet snel opeten. Hier zie je ze, de Red Fancy Tigers, een beetje lekker aan het grazen. Prachtige garnaaltjes.
Heel leuk, altijd garnaaltjes bij de vissen. En met de Galaxy Rasboras kan het over het algemeen ook prima als je genoegen neemt met het feit dat ze af en toe een jong zullen eten op het moment dat de garnalen wel kweken. Okay. Zo, dat was hem weer. Dit keer op jullie verzoek een rondleiding langs al mijn bakken. Althans, de paar bakken die ik nog heb. Mocht je nou wat van die Red Fancy Tiger garnaaltjes willen, laat het even weten. Stuur me een mailtje naar dutchaquarist@gmail.com. Of reageer via Instagram of hieronder kan ook. Dan regelen we dat. En ja, wellicht binnenkort weer een video. Ligt er maar net aan of ik er zin in heb, tijd voor heb. En ik ga ook nog ergens een half jaar op reis over een x aantal weken. Dus we gaan het zien. Wellicht nog wat reisvideo's. Dan maar weten of jullie daar interesse in hebben. Ik zeg later!